De vorige keer hadden we het over de cookiewet. Ja, die was al aangeslagen. Ja, daar wil ik wel een klein beetje op terugkomen. Oh. Wat ik vorige keer zei, was dat die wet oké is. Maar die wet die gaat te ver, de wet is niet oké. Oh. Dus de wet is vaag. Eigenlijk is die zo vaag, waardoor eigenlijk helemaal niks meer mag. En... Dus hij is wel precies genoeg. Of ja. is het open voor interpretatie en kan iedereen ervan maken wat hij wil? Nou, eigenlijk de enige interpretatie is dat er helemaal nooit meer iets mag of zoiets is. Ja, ja, ja. In ieder geval, de Nederlandse wettekst die is dus strenger gemaakt dan de Europese. Mm-hmm. En die is echt heel erg slecht. Dus. Oké. Okay. Maar de intentie die staat bij te kijken. De intentie van de Europese wet die is ook goed. Ik heb het er met... Michel, een van onze, hoe heet dat? De SEO-expert is die, ja, onder andere. Ja, SEO en marketing. Hij houdt zich heel erg met hoe heet het, statistieken bezig. Ja. En hij is natuurlijk nogal verbolgen erover, want hij mag dat officieel niet meer. Je mag helemaal geen gegevens van mensen meer opslaan volgens de Nederlandse wet. Dus je kan ook geen webstatistieken meer doen. Dus je kan geen analyse meer doen van websites. Ja, dat is... Vooral dat werd inderdaad heel erg jammer gevonden. En dat analyse van websites op één hoop wordt gegooid met reclameboeren, dat is natuurlijk... Ja, daar is zeker over te discussiëren of dat wel zo is. Ja, nou, ik had daar nog wel, want dat gesprek heb ik niet met Michel gehouden, maar wel met zijn collega. En wat mij heel erg stoort aan het webanalyse aspect, want ik ben ook voor dat, zeg maar, mensen die een website hebben, mogen best in staat zijn om te weten hoe goed hun website het doet, natuurlijk. Want daar gaat het ook niet om. Maar stel je voor dat je nou iets als Google Analytics gebruikt. Ja, als je mij vraagt, gaat al die gegevens gaan gewoon netjes op de grote hoop van Google Analytics. En doet Google ook nog, heeft Google ook nog flink wat profijt ervan? En dat is niet de bedoeling. Ja, nou ja, bij Google Analytics daar heb je in de huidige privacy instellingen. Mm-hmm. Ja, daar zeg ik het al, de huidige. Staat dat dat ze die gegevens niet zomaar mogen gebruiken. Of niet mogen gebruiken. Ja. Maar dat kan natuurlijk altijd veranderen. Ja, precies. En nog veel belangrijker... Jij als bezoeker van een website, teken jij dan ook een dergelijke privacy overeenkomst? Ja, klopt. Als mij wat niet. Bij Google heb je, bij Analytics heb je de mogelijkheid om jouw gegevens te delen. Ja. Zodat mensen kunnen vergelijken van hoe het zit met jouw site en andermans site. Goed, Google Analytics is nogal anoniem, hè, dus daar wordt geen persoonlijke informatie wordt daar opgeslagen. Hm. Maar als je inderdaad... Oh. Oeps. Is dat er nou te toeteren? Ja, geen idee. Dat was niet onze achtervolger. Ik dacht even dat er iemand in mijn dode hoek zat, maar dat is niet zo. Nee. Raar. Misschien wilde die gewoon wat sneller. Ja. Maar er zijn een heleboel gegevens uit. Kijk, en ik denk waar het om gaat is de intentie van een... website-eigenaar om zijn website te optimaliseren of om daar informatie over in te winnen, ja, is oké. Okay. Maar de kosten die een consument daarvoor zou betalen... Het is in sommige gevallen zelfs noodzakelijk. Ja. Want volgens die nieuwe cookie-wet mag je dus ook geen serverlogs meer hebben. Wat helemaal toch niet, hè? Dat is niet waar IP-nummers in voorkomen. Daar komen IP-nummers in voor. Ja, automatisch. In serverlogs. Ja. En dat mag dus niet. Maar dat is nodig, want... Je moet kunnen weten vanuit veiligheid, vanaf dit IP-nummer wordt er rotzooi gedaan, ja, met mijn site. Zodat je die kan blokkeren of dat je daar iets mee kan doen. Ja. Ja. En sterker nog, als je mij vraagt, worden ook van andere kanten van de wetgeving, wordt dat ook vereist. Ja, dat zou me niks verbazen als dat verplicht is. Dat je, ja, bijvoorbeeld terrorisme niet mag faciliteren. Nou, als je daar niets aan kan doen, nou, dat is een heel slecht voorbeeld trouwens. Maar ik bedoel, welke terrorist gebruikt nou een website? Nou,
Maar ik denk ook, maar wat doen ze dan aan bijvoorbeeld onze hosting providers? Want hosting providers die houden toch ook een heleboel dingen van ons bij. Vallen die dan ook onder die wetgeving? Nee, die zijn verplicht om dat te doen. Ja, maar het kan niet zijn dat de twee wetgevingen haaks op elkaar staan, toch? Ja, maar dat is wat anders, denk ik. De hosting provider is geen website. Nee. Maar privacygegevens zijn privacygegevens, denk ik dan. Of gegevens over... Ja, oké, maar voor andere branches gelden natuurlijk andere regels. Anyway, ik vind de discussie vooral heel leuk om te voeren. En vooral ook om te zien wat de kant van iedereen is. Wat het perspectief ervan is. En er inderdaad, waar we vorige keer ook op uitkwamen... Ja, sommige mensen die zullen hun businessmodel op een andere manier moeten inrichten. Ja. Puur omdat ze inderdaad... Aan de andere kant, de wet is nu zo bizar, zo slecht omschreven... dat iedereen het kan negeren. Ja. Zij is ook niet, het is niet te controleren, dat is natuurlijk ook nog eens een probleem. Handhaving kan niet. Nee, kan niet. Het is onmogelijk. Dat is natuurlijk heel slecht. Een wet moet je wel kunnen handhaven. Nou ja, tenzij er dus constructies worden bedacht dat wetgeving, net zozeer als dat bijvoorbeeld voor piracy moest gebeuren, dat je inzicht kan geven en ook moet, zeg maar, gepiraten bestanden weg moet kunnen halen. Ja. Dat je dat vanuit overheidswegen, dat je dus dat ook moet gaan doen met persoonlijke gegevens. Maar wat ik wel opvallend vind, echt opvallend vind, is ineens een week of twee geleden, of nee, iets langer, een maand geleden, begonnen ineens allemaal mensen zich helemaal op te winden over deze wet. Ja. Maar die wet... Die is al heel erg lang in de maak. Heel lang. Ja. Sterker nog, hij was al langer geleden was hij aangenomen. Hij was nu pas, werd hij... van kracht. Ja. En niemand heeft er tot nu toe iets mee gedaan. Dat vond ik echt opvallend, vind ik dat. Bizar. Ja, ik denk dat... Een beetje zien, want wat een... Zijn we nou professionele... Houden we het wel goed genoeg in de gaten? Ja, zijn we wel professionals als we zelfs dit soort dingen niet weten? Ja.